Dames en heren van het RIVM, opgelet. Let goed op deze video, want we gaan een let's play doen. En in deze let's play gaat Daan laten zien hoe je het hele probleem met de IC gaat oplossen. Je gaat namelijk een ziekenhuis maken, toch? Meer gezelligheid in het ziekenhuis. Ja, meer gezelligheid. Nee, alle gekheid op een stokkie. Two Point Hospital, dames en heren. Dat is een hospitaal, een ziekenhuissimulator die al een tijdje uit is. En er is nu een nieuwe editie vanuit. De Jumbo Edition. En dat betekent dat er allerlei DLC extra in zit. Je krijgt een volledig pakket. Kost volgens mij iets van 4 tientjes. En wat ik weet is, Kevin is verslaafd aan deze game. Nou, Kevin is er niet, maar deze game vindt hij fantastisch. En Daan is iemand die graag bouwt en managed. Maar de vraag is, bouw jij ook graag ziekenhuizen? Nou ja, ik hou van bijna elke tycoon of iets game waar iets van bouwen in zit en een tycoon element ook. Dus deze staat al langere tijd op mijn radar. Ah, oké. Nooit geprobeerd, want ik blijf het zeggen, dit is weer zo'n game. Ja. Die kan er ook wel weer bij. En als ze daaraan beginnen, dan komt al het andere weer niet. Dus ik heb zoiets van, oké, ik begin expres dus weer niet aan. Nee. Dat is heel veel andere dingen. Ik heb hem op je account gezet, dat weet je. Ja, weet ik. Maar ja. Het ding is, dit is de consoleversie. Ja. Dit soort games speel ik eigenlijk alleen en die hoort men eigenlijk alleen te spelen. Op de PC. Op de PC. Oh shit, verkeerde aangevraagd. Hij komt ook op de Switch uit trouwens. Ja, maar het is wel dan weer een leuke test van, werkt dit ook lekker op de console? Dan heb ik het niet over het technische aspect, maar dan heb ik het natuurlijk over het controle aspect. Ja. Er zit een verschil in, want veel van wat jij speelt als het gaat om het bouwen en het simuleren van games, heeft een bepaald serieus karakter. Ik bedoel, Planet Zoo is natuurlijk niet geen realistische game, maar het is ook geen, er zit niet 100% humor in. Anno, dat is wat je leuk vindt, dat is ook een bepaalde seriositeit. Two Point Hospital is scheidlollig, want je kan de meest weerde ziektes komen op je af. Er gebeuren rare dingen in, er zit humor in, het is lachen, lollen. Uh-huh. Vind je dat leuk of irriteer je je dan aan de maffe shit die de developer in deze game heeft gestopt? Nee hoor. Nee? Dit kan juist heel leuk zijn. Ik ben ondertussen even wat kamers aan het aanpassen. Want jij bent feitelijk, we zijn echt begonnen met deze game. Omdat we het ook een beetje het begin willen laten zien. Dus verwacht nou niet enorme kunstwerken. Nee. Jij bent nu een hospitaal aan het maken. Ja, ik ben nu bezig met het, even kijken, want ik zit even tussen de stoeien. Sowieso is het controls is altijd een beetje stoeien. Ja. Dit is dus een wc'tje. Dit is ook een tweede. Heel belangrijk wc'tje. Dat de mensen kunnen plassen van de zenuwen. Ja. Altijd heel belangrijk. En ook belangrijk, normaal nu, is dat je ooit ook wel een sink hebt. Oké. Ja, handen wassen. Zeker in deze pandemietijd. Handen wassen altijd belangrijk. 2 stuks meteen. Nou ja, dat kan dus niet. Daar heb ik geen ruimte voor. En een handdryer is dan ook wel belangrijk. Is het een mannen- of een vrouwtoilet? Dit is een gedeeld toilet. Dit is gewoon fucking unisex. Ja, dit is een unisex. Okay. Dat is waar we heen gaan natuurlijk. Want je hebt een budget. Heb je ook een voor het budget waar je met 194.000 euro Ja, dit is waarschijnlijk echt het allereerste hospital wat je begint. Dus dan heb je waarschijnlijk wel meer dan genoeg geld om Ik zie een hoop dingen, maar ik zie nog geen operatiekamer. Nee, maar wij volgen gewoon nu even de aanwijzingen en we gaan een tweede bin plaatsen. Hij geeft het ook echt aan. Ja, we gaan een tweede bin plaatsen. Tweede bin, wat zo. Vuilnisbakkie, hè? Vuilnisbakkie vlakbij het toilet kan geen kwaad. Nee? Nee. Je zou zeggen dat er in het toilet ook een vuilnisbak. Kijk, revenue 18.000, expenses 6.800. Er liep er ook eentje blij naar buiten, jongen. Ja, natuurlijk. Die heeft natuurlijk zijn meniscus laten maken. We're hearing reports of some new illnesses in town. Corona. Gaan we al. We may need to build a new diagnosis room. If a GP isn't certain, there's in the patient for further diagnosis. Okay. Ik hoor op de achtergrond ook een hele vermoeide stem. Oké, dat is dus die scheidlolligheid van die game. Daar moet je van houden, dat is een ding. Maar wat ik begrijp van Kevin is dat wel erg leuk uitgewerkt. Het voelt voor mij heel erg zoals de movies was ooit. Ja. Die had dat namelijk ook. Maar wat jij leuk vindt bij bijvoorbeeld Planet Zoo is dat je echt iets moois bouwt. Ja. En hier gaat het om functionaliteit. Hier gaat het er eigenlijk uiteindelijk om of je iets
zo goed mogelijk kan laten functioneren. Nou, maar dat is, in principe is het bij een Planet Zoo niet anders. Want oké, weet je, ik stop heel veel tijd en aandacht in het bouwen van iets. Maar aan het einde van de dag, het is natuurlijk het belangrijkste dat het ook gewoon wel steady draait. Maar ja, oké, maar af en toe zeg je ook van, ja, het boeit me nu even niet zoveel of ik nou inkomsten maak. Ik wil gewoon iets bouwen. Dat klopt, maar dat is wel vaak op het punt dat ik mijn financiële situatie wel onder controle heb. Ah, oké. Even kijken, wij hebben nodig in dit gebouwtje een easy scan, zie ik. Ja, het moet natuurlijk even gescand worden. Ja, dat doen we dan gewoon in de hoek. En een examination table. Ja, die doen we dan hier. Want kijk, je wilt wel aan beide kanten wil de dokter erbij kunnen. Kijk, er gaat al iemand naar binnen. Die gaat niet door de deur heen. Die loopt gewoon naar binnen, want ja, de deur staat er natuurlijk nog niet in. Willen wij hier ook een raampje in, dat mensen naar binnen kunnen gluren? Nou, eigenlijk niet, hè? Nee. Een raampje naar buiten is al genoeg. Ja, je wilt wel een beetje, een beetje privacy. Oh, die meneer die loopt ook naar buiten. Hij gaat toch weer naar buiten. Is dit kamertje is namelijk nog niet gemaakt, echt. $10 gewonnen. Je hebt al $10 verdiend. Iemand, voor de sfeer moet wel even een plan staan, natuurlijk. Gaat weer iemand iets kopen, jongen? Jouw vending machines gaan als een trein. Ja. Dat en dan moet hij waarschijnlijk weer pissen, even vraagteken. Dat zijn de moneymakers natuurlijk altijd. Gaat hij op de bank zitten? Even kijken, hebben we nog iets anders nodig? Ja, een filing cabinet, dat is natuurlijk wel ook diagnosekamer. Ja. Zo, naast de plant, niks aan de hand. De plant kan net niet genoeg zon pakken, dat is dan weer jammer. Dus dat is deze kamer. Ploep, hey, hetzee. Hoppakee. Ik denk... Maar je hebt nog geen dokter. Nou, ik denk dat wij dus hiervoor ook een dokter aan moeten nemen. Ja, dat denk ik ook. Ik ga even draaien, dames en heren, want dan kan ik het ook lekker meekijken. ik vind het wel leuk, hoor. Dat is een peculiar new illness in town. Lightheadedness. Nou, ook dat zit bij corona. Kan ook, hè. Daar krijg je ook hoofdpijn van. Dizziness. Te veel gamen zorgt er ook voor. Te veel studiolamp op je bek. Kater. Kater. Ja. Walter Fromage, oftewel Walter Cheese. Ja, wat hebben we nodig? We hebben nodig een dokter, denk ik dan. Ja, Joey Power. Kendall Goody. Oh, kijk. Stamina training. Green Fingers. Handig. Kan hij ook de planten verzorgen en, in de kamer? Kijk, diagnosis skills plus 10%. Ja. Dat is wel belangrijk. Deze persoon is the happiness of patients when dealing with them. Dat is ook belangrijk. Hij was wel grumpy. Short temper, grumpy. Maar dan wel increase the happiness of patients. Dat vind ik dan komisch. Oké. Deze zou ik niet nemen. Ik ga gewoon voor de 3 sterren, man. Dat denk ik ook. Hij is wel het duurst. Flink salaris meteen. Daar is die, hoor. Dokter cannot work in general diagnosis. Godsamme bewaren. Heb je een dokter gekocht? Dat kan niet niks. Ja, onze dokter werkt hier al. Oké, maar die kan dan weer niet in de general... We hebben dokter Josiah Johnson. Ja. Hoppakee, $500. Dat is een dure dokter, zeg. Even kijken, wie hier werken. We hebben hier Roger Bright en Julie McCarthy. Zou je niet in de behandel, in de diagnose... Nee, dat is de wachtrij. Is dat niet een laboratorium of is dat niet meer zusterwerk? There's a queue outside of the pharmacy. Is it worth building another one? Man, je bent aan het scoren. Je bent geld aan het verdienen. We hebben natuurlijk wel qua 8 ruimte... 8 man in de rij. Ik vraag me dus af, als wij nog een... pharmacy doen aan de andere kant. Een drugmixer erin zetten, of we dan... Of dat dan zin heeft. Oh, een drugmix. Dus zullen we de kamer eens groter maken om te kijken of het zin heeft om... Maar je kan nog een drugmixer tegen de muur zetten, toch? Of dat... Ja, kan ook. Ja, misschien kan dat wel, ja. Nou, volgens mij heeft hij wel echt veel ruimte. Je kan hem niet schuiven? Ja, dan staat hij voor het raam, hè? Ja, goed. Dat doen we hier bij Blam ook. Even kijken. Als wij dan deze verkopen... Oh, je gaat hem even verkopen. Ja. Nurse Milo Phoenix. Customize walls and floors. Edit room blueprint. Kijk. Ja, je had op een gegeven moment 190. Kijk. Je hebt nu gewoon 150. Je mag er dus maar eentje in een kamer hebben. Dus je moet een tweede pharmacy maken. Oké. Dan zou ik er een aan de andere kant van het hospital doen. Ja, want anders wordt het hier te druk natuurlijk. Dat denk ik ook, ja. Er is dan ook vast wel een ingang aan de andere kant, of niet? Nee. We hebben één ingang. Hier kan een mooie pharmacy hier ook, hè. Hier zo in het hoekje nog. Ja. Ja? Iedereen komt wel gewoon hier naar binnen. Je hebt een corona-afleiding nodig, hè. Die moet je afsluiten van de rest. We doen gewoon een nieuwe pharmacy erbij, maar die doen we gewoon hier. Bam. Oh. Dat is wel een beetje groot. Oh. Zo. Hoppakee. Zo, daar willen we een deur in. Daar willen we ook, net als die andere. Want dat hebben we nodig überhaupt om de kamer af te maken.
Zo, en dat is het eigenlijk al. Maar ja, we willen een beetje, het moet er een beetje gezellig uitzien. Ja, ook ja. Hier komt een plant. Ja, toch wel? Okay. Ja, maar deze plant komt wel bij de deur. Huppakee, zijn al meteen weer mensen, hoor. Deze mevrouw die loopt gewoon weer dwars door de muur heen. Jongen. Zo, kijk, een apotheker heeft altijd van die filing cabinets, want daar liggen al die shit opgeslagen. Ja. Al die is er helemaal geen apotheek, joh. Dus dat is deze kamer. Hoppakee. Een tweede farmacie. Ja. Dan hebben we natuurlijk wel... Een apotheek nodig. Ook een... nurse nodig. Een meneer of mevrouw nodig die gaat werken, inderdaad. Ja. En even kijken, wat hebben we allemaal? Nigella Porridge. Die heeft veel treatment skills. Die is niet goedkoop, hoor. Training. Terribly dull. Dat is wel wat je wil hebben. Terribly dull vrouw. Ja, maar zij is wel... Kijk, zij is senior nurse. Ja, het is te veel. Oh. Healthcare Award Ceremony. Ja, we gaan lekker, hoor. Oh jee. Doctor of the Year Award. Goes Bam. To. Goes to. Ja, Dr. Josiah Johnson. Ja hoor. Hoppakee, $5,000 Bam. Erbij. Ring, ring, ring. Dit voelt echt heel erg als... de movies. Ja. Daar heb je ook award shows en zo. Ja, Milo Phoenix is ook van ons. Hoppakee. We hebben één dokter en één zuster en ze winnen meteen alles, dames en heren. Dit is in ons hospital. Okay. Zij krijgen gewoon een bonus. Janitor of the Year, de Burp Award. Gaan ze nu allemaal, gaan we ze af? Open all, hier. Hop, no deaths. Oh, kijk. We hebben het zijn wel okay. Andere. Dus wij hebben 3 awards gewonnen. Ja, je doet het niet goed in deze pandemie, want je hebt nog geen doden. Je hebt nog geen rij voor de IC, maar het klopt, je hebt ook helemaal geen IC nog. Ja, wij hebben hier nog niet echt een crisissituatie. We hebben met lichtgevoelige mensen te maken. Ja, maar je verkoopt veel, maar je biedt nog weinig gezondheidszorg. Maar gaan we dan voor Dwayne Boff? Dwayne Boff, hoe? Hij heeft wel een weak bladder, dus hij moet... Moet je een wc in de buurt hebben. Management. Dus, ja, die is wel de hele tijd moet hij pissen. Kenspel de name. Ja, dit is dan goed. Ja. Ik zou Jessica Lynx nemen. Ja? Ja. Maar die heeft... Ja, oké, die heeft de basis. Dus zij gaat groeien. En die andere moet de hele tijd pissen. Dus dat moeten we niet hebben. Kijk. Hoppakee, daar komen wat wij dan doen. Wat wij dan doen. Kijk, wij willen natuurlijk wel... Mensen moeten kunnen wachten... Ja. Op een bankie. Op een plek die zegt... Ja, weet je, het moet wel een beetje... Ja. Zullen wij bank ook gewoon zo hier neerzetten? Dat je gewoon een beetje een soort van vliegveld idee krijgt. Nou ja, dat heb je toch ook in een hospital? Ja, daarom. Oké. Hop. Dat doen we zo. Ja hoor, hoppakee. Dan gaan we zitten. Ja, want het moet wel een beetje... Je wil met een ziekenhuis niet dat alles dicht op elkaar zit. Dus moet een beetje ruimtelijk anderhalf aanvoelen. Meter. Ja. Daar kunnen wij nog wel een leuke plant... Ja, dat dacht ik ook. Ik wou het net zeggen, doe er even een plant. Oh, die mevrouw, die heeft gewacht. Kijk. Dit vind ik geweldig. Ja? Meteen groen, hè? Dit is groen. Dit voelt als een goede... Dit kunnen we ook aan weerszijden, aan alle kanten, gewoon een plant doen. Ja. Het kost je geld, maar daar maal je dan niet op. Kijk, het groen, het zorgt voor sfeer. Het zorgt voor mensen zijn wel blij in jouw hospital. Kijk, hier zitten mensen nog redelijk hutje-mutje op elkaar. Ja. Praat je ook zelf thuis als je dit maakt? Niet. Wat? Met jezelf. Praat je dan ook in jezelf? Oh, dan, wat heb je dat leuk gedaan. Nee, meer zo van, zal ik dit neerzetten of zal ik dat neerzetten? Doe het in je hoofd. Ik praat wel in mijn hoofd, in dat geval, ja. Kaartzetje, ja? Gewoon een blaadje, mensen moeten wat kunnen lezen. Sorry. Jij investeert wel, hoor, in het welzijn van je... Het gaat niet alleen om de harde resultaten, het gaat natuurlijk ook om het welzijn van de mensen. Ja. Je zou natuurlijk ook een ongelooflijk kut hospitaal kunnen bouwen. Er zijn ongetwijfeld mensen zijn die dat doen. Zoveel mogelijk mensen laten doodgaan. Maar even kijken. Maar ik moet wel zeggen dat jouw diagnose, dat gebruikt niemand. Nee, maar volgens mij is er... Dat komt omdat er niemand werkt. Hey. Ik denk... Hi. Denk dat zullen die hier ook... Zullen die ook dan maar Dwayne Buff. Work in general diagnosis. Ja, dat is... Wat doet hij? Oké, maar dan willen we even kijken nog of er een beter iemand is. Hij zit wel vlak bij de wc. Ja, dus. dit is nog steeds die goeie. Hannah Trout. Inspiring. Hannah Trout. Thinks her life is a rom-com. Nou,
dat is wel interessant. Hey, wel een donkere persoon, hè? Ook belangrijk. Inclusiviteit in het hospitaal. Heel belangrijk. Ook oudere leeftijd. Hatsenflats. Nou, kom maar met die mensen. Kom maar. Komt u maar te diagnosticeren. Ja, dit ziet er al top uit. Want kijk, we willen natuurlijk een beetje dit open houden. We willen niet alles. Kijk, hier kan straks wel wat zijn op een gegeven moment. Maar we moeten nog een tweede GP-office maken. Een GP-office? Een GP-office. Wat is dat? Dat is de diagnosis office. Jij wil gewoon maar niet een intensive care wou. Kan dat nog helemaal niet. Of zullen we nu al langzaam deze... Even kijken. Dit is... Kijk, want hier... Ons groot vriend Isha, de stagiair, die heeft hier een doctor's office gemaakt. Maar dat is natuurlijk veel te ver van een ding af. Ja, dat is echt dom. Dat is heel slecht geplaatst. Isha, dat is echt heel slecht geplaatst. Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat in Den Helder de ziekenhuizen zo werken. Maar niet in de rest van Nederland. Geitjes. Nee hoor. Even kijken. Kan die jongen ook niks te doen. Maar waarom dan niet het tweede kantoor er gewoon naast in die dode hoek? Maar kijk, wij kunnen, als het goed is, als we edit room doen... We gaan onder de hele weg. Kamer. Ja hoor. Ja, dan kan je de wc niet meer in. Dat is kut. Jawel, je kan de wc wel in. Dat is in de... Ja, op die manier. Oké. Okay. Ah, is het ruimtelijk genoeg opgezet zo? Ja, dat weet ik niet. Daar heb jij meer verstand van. Ja, ik wil hem zo. Kijk, jij kan lekker schuiven met zoiets. Zo. Ik zou het deurtje inderdaad in die kant doen. Ja. Welkom to the doctor's office. De minimum room size is 3x3. Dus eigenlijk is die al te groot. Hij is al te groot. Ja, dan maak hem toch kleiner. Ik bedoel, dat is eigenlijk alleen maar voor de klachten. Zo, dit is prima. Kijk, hier hebben we nu nog de ruimte om nog een tweede kamer. Ik kan nog zo'n GP's office doen. Ja. Nou, ja. Zo, kijk. Ja, hoppakee. Dit is mooi open, weet je, een beetje rust in de tent. Wat kan je daar nog meer neerzetten? Okay. Staff room, pharmacy. Nou, daar hebben we er nu al een paar. Wat ga je er nu bij zetten? Hier komt dan de GP's office. Nog een GP's office. Hoppa, die kan dan zo. Ja. Dat is hetzelfde als dit. Ja, ik zie trouwens wel dat je nog even een fire extinguisher af en toe ergens moet neerzetten. Want als de boel in de hands vliegt. Dat is wel. Kijk, gaat het helemaal fout. Inmiddels geef je minder uit dan dat je verdient. Dus dat gaat goed. Oh, oké. Okay. Ik ben nog steeds aan... Ja, 252.000 euro heb je in de pocket. Kijk, dat is lekker. Ook twee filing cabinets. Ook hier een plant. Want het plant is zo belangrijk voor het welzijn. Maar doe voor mij even die fire extinguisher. Oh, dat sowieso. Ja. Want ik voel aan mijn water... Ja, zou je daar zitten? Zou je die aan de buitenkant... Oh, oké. Okay, ja. Vooral voor de mensen. Dat, stel dat er brand is, kan je er eentje halen. Veilig gevoel. Ja, oké. Okay, dat mag dan niet in deze kamer nog. Oh, oké. Okay. Dat betekent dat wij dus ook een tweede dokter moeten hebben. Ja. Willen wij dokter Dominic Chutney? Dokter Olivia Almore? Ik zou voor een vrouw gaan. Ook voor de inclusiviteit hartstikke goed. Vrouwen zijn hartstikke goed. Olivia Light. Olive Light of Olivia Altmore? Twee sterren. Positief. Oh, vomits on impact. Dat wel. Short temper, motivated, positive. Een short temper, maar tegelijkertijd positive vind ik een leuk... contradiction. Nou, deze vertrouw ik niet hoor, deze Dominic. Increased GP diagnosis skills. Increased treatment skills. Ja, ik denk dat het toch voor deze moet gaan. Ja. Hoppakee. Moeten wij nog wat leuks hier bij de muur hebben? Je bent geld aan het verdienen als een malle. Gewoon werkbaar. Hoppakee. Dit punt nog. Nou, je kan die gaan hele foto. Duur... We gaan een foto hier aan de muur hangen. Ja. Of doen we het toch hier? Ja, dit is wel iets wat er in een doctor's office hangt. Ja. Twee keer dezelfde foto. Twee stuks bij mevrouw Chutney. Kijk, en die dokters, die moeten onderling natuurlijk wel kunnen communiceren. Dus dan moet er een raam tussen. Dus er moet... Nou, een deurtje. Een deur. Ik zou er een deur doen. Nee, hier ga je geen deur doen. Nee, maar dan kunnen ze naar elkaar toe lopen als ze een vraag hebben. Kom maar even kijken, mijn patiënt. Waar kan ik mijn raam kiezen? Ik kan geen raam meer kiezen. Tenzij ik de hele boel stilleg natuurlijk. Kijk, dan krijg je dit. Dus dan doe ik even een raampje hier. Dan kunnen mensen zo... Hey, ik zie trouwens ook een weegschaal.
Ook handig. Zo, kijk, die kunnen onderling met elkaar communiceren. Ja, er is hoe heet het nou? Dit is een Amerikaans hospital. Hoge mate van obesitas, dus we hebben een weegschaal nodig in de General Practitioner's Office. Too many nurses. Too many nurses. Jumbo Medical Solutions. Jumbo Medical Solutions. Ja, je hebt te weinig patiënten. Wil je hebben? Onze nurse Hannah Trout, maar dit is toch... Ja, niemand gaat nog steeds naar die diagnostisch. Wat zit ze nou te balen? Zij werkt toch hier? Ja. Ze looking for work. Working in general, ja. Werken, mens. Zo, de meters. Gaan we nou krijgen. Kijk eens even, er wordt uitgegeven, jongen. Die pharmacy. Maar iedereen doet het hier. Ja, dit is the place to be natuurlijk, dit stuk. Waarom gaan ze niet naar binnen bij die mevrouw? Ik vind het raar. Zie je dat? Ze gaan maar gewoon niet naar binnen. Hier lopen ze er weer langs. Ja, dan gaat zij weer naar buiten toe. Wat is er mis met deze kamer? Ja. Our doctors have diagnosed the patient with lightheadedness. Ja, je wil die deluxe kliniek. Deluxe kliniek, oké. Je moet een deluxe kliniek bouwen. Oh. Maar moet je serieus dan kan je een deluxe kliniek... Ja, we hebben een deluxe kliniek. Kijk eens, 21 kaartjes. Cures and diagnoses a range of illnesses. Like a bed and breakfast without the breakfast. Sick. Dat is natuurlijk ook wel vet om te hebben. Gewoon een grote board. Ja, nee, want ik zie heel veel mensen die hebben dat boven hun hoofd hangen. Dus waarschijnlijk zie je dat? Die willen een woord hebben. Natuurlijk. Ja, die willen een woord hebben. We doen een hele grote woord hier. Ja. En ik denk dat je daar wel heel veel van die bedjes... Ja, daar kun je veel bedjes kwijt. Ik vind dit niet de fijne... Ik had net een andere manier van... ja, hier. Nee, hier. Ja. Ward door. Kijk, dit is de ward door. Dan hebben wij de nurse station. Doen we dan meteen zo in het hoekje. Mhm. Doen we hier. En dan willen we... Even kijken, wat is het screen? Wat kun je met screen? Poorly simulates privacy. Ah, oké. Sick. Dat is vet. En dan willen wij natuurlijk bedden hebben. Heb je in een wardroom bedden nodig? Ja, tuurlijk. We hebben toch alleen maar onderzoek? Nee, dit is toch gewoon de nursery? Hier, dit is gewoon een patiëntenkamertje. Oké, dit is eigenlijk dus ook weer net niet. Want je kan de 4 kwijt, hoor. Ja, maar dan moet ik wel even goed... Mensen zijn toch ziek, dan maakt die 1,5 meter niet meer uit. Oh, nu kunnen we niet bij dat bed. Ik denk dat mijn ward iets groter moet maken nog. En dan moet je hem even doortrekken. Kijk. Oh. Zo. Doen we hem zo. Kunnen we die mooi wel nog in de hoek plaatsen? Of is dit hoekje leuker? Ja, ik vind dit wel een leuke hoek. Zo. Oh, het toilet moet schoongemaakt worden. Ja, daar kan je nog steeds met 3 kwijt. Dat maakt geen reet uit. Ja, of ik doe ook een beetje hier. Ja. Kan je daar nog 1 kwijt? Kijk, en als ik dan deze kan denk ik toch wel dicht tegen de muur aan. Dan kan die deur ook daarheen. Kijk, nu komen we ergens. Mm-hmm. Want wij willen natuurlijk bedden hebben. We willen mensen kunnen behandelen. Ja. 1,5 meter wordt hier ook wel goed nageleefd. Zo. Zou je er daar nog een... Ja, 5 bedden, zo, dames en heren. Kijk. En dan weet je... Welzijn. De grote welzijnsplant komt weer kijken. Heb je ooit al eens een keer in een hospitaalkamer waar mensen liggen een plant gezien? Yep. Ja? Ja. Moet het hier overheen of zo? Nee, dat is om te kleden. Dat moet je omkleden. Nou, misschien kan dat juist dan. Nee, hier. Maar dat doe je in een diagnosekamer. Dat doe je niet in een... Ik heb het nodig. Ik heb notabene nodig hier nu, dus... Ja, zeggen ze dat het moet? Ja, ik heb het nodig. Ja, dan zit je toch met die plant. Kut. Die plant moet weg. Kut. Haal die plant weg. Plant weg. Jezus, lig je een beetje ziek te wijzen in het hospitaal. Boeit een plant dan. Niks. En dan denk je dat je privacy hebt en ja, dan zit er precies nog een raam achter. Er zit een raam erachter, ja. Zo. Ik zou eerder dan een raam tussen die bedden doen allebei. He, toch leuk naar buiten kijken. Tenminste, als je dan aan 1 kant ligt. Dat kan. Oh, window doesn't look into the hospital. Dat mag dan weer niet. Lekkere liftmuziek. Nou, en iemand heeft 2 ramen versnufferd. Dat is heel chill voor diegene. Ja.
En we willen vanuit de apotheker willen we ook even naar binnen kunnen kijken. Fuck het allemaal. Moeten we nog iets erin plaatsen? Nee, toch? Hier deden we het wel mee. Daar gaat hij. Komt u maar. Maar daar hebben we natuurlijk een goede persoon met word skill voor nodig. En ik dacht dat wij net eentje hebben aangenomen die echt sicke word skills had. Gaat nou ik net zie word management. Hier, kijk. Volgens mij... Oh, nu is ze wel... Ja, omdat zij verwijzen door naar deze toko. En daar heb je dan hier Bosworth Musley of Luigi Tart. Jezus, 5 sterren. Enhanced diagnosis. Maar kijk skills. Deze man ook even fucking groovy. Hij is wel terribly dull, grumpy. En collects music. Dat klinkt niet, maar hij is wel echt fucking cool. Oh. Motivation. Ja, wil jij een dokter hebben die onhygiënisch is? Maar ik wil iemand die op de ward echt gewoon een fucking baas is natuurlijk. Ja. Maar er was iemand die dat is. Oké. Okay. We hebben iemand ertussen lopen die echt op ward skills amazing. Je bent wel wat mensen kwijtgeraakt met die... Met dat lange wachten, hè? Ja. Kijk, maar zij heeft ward skills. Ja, zet dat hem maar in de ding. Ward. Zet hem maar in de ward. Ja, nee. Moet ik hem zo selecteren? Pick up. You gonna work here, girl. Ja? Ga je ook echt hier werken of ga je gewoon weer weg? Kijk, daar is de eerder al binnen. Ja, work in ward. Hoppakee. En die gaat meteen weer naar buiten. Nou, dat is dan ook weer niet. Looking for work. Oké. Jij kan dan hier. Ja. Hop, daar gaat weer iemand binnen. Kijk, ze zit nu wel achter de PC. Ja hoor. Ik zie je eigenlijk. Ja. Ja. Hoppakee. En? Ja, dan ben ik even benieuwd wat hij gaat doen. Gaat hij dan in bed? Hoppakee. En de volgende komt binnen. Het gaat nu wel hard hoor. Even kijken. We willen even een mooie point of view hebben. Ja hoor. Kijk. Dit wordt omgekleden. Ja. Okay. En dan gaat hij in bed liggen. Ja. Ja. Maar die moet dan nog geopereerd worden. En die gaat gewoon meteen in bed liggen. Nee. Dit wordt goed. Oh, hij heeft blote reet. Hij heeft een blote reet. Oh, het gaat. Heeft hij een zakketje? Blote reet. Oh ja. Blote reet. Blote billen. Ik vind het raar. Mensenvlees omgaan in... Ja, oké. En dan vanuit daar ga je naar de operatiekamer. Dat is het verhaal. Ja. Kijk. Deze man ook. Kijk eens. Even denken altijd. Kijk, hij scratch the ass. Even. Zwaai. Ik weet niet waar hij naar zwaait. Moet ik hier liggen? Ja, je moet daar liggen. Nog een keer zwaaien naar een blinde muur. Deze man is een beetje koekoe. Is een beetje koekoe. Ja. Ga nou maar liggen. Ga nou liggen, man. Kom op. Ga liggen. Ze hebben allemaal heel veel moeite ermee. Ja. Ah, daar komt ze al. Ja. Ja, oké. Okay. Oh. Okay, zij moet ze echt aanwijzen ja, dat ze in ja, het bed ja, mag. Ja. Jongen. En dan gaat ze weer achter het ding. Ja hoor. Ik vind het gruwelijk. Ik vind het gruwelijk. Ja? Ja. Om die mensen een bedje aanwijzen. Hup. Deze kerel wacht nu ook. Mocht Daan vanavond streamen, dames en heren, dan weet je nu al wat je gaat zien. Two Point Hospital, de Jumbo Edition. Nee, Valheim. Valheim. Kijk, ja, zie je dan, gaat hij ook weer. Maar hij moet alleen die kant op zo. Ja, daar komt ze al. Gaat maar je bedden zijn vol. Nee, je hebt er nog één over. En nu ben ik dus benieuwd. En je moet echt meteen een ward bij de bouwen. Kijk maar. Oh, heartbroken. Wat een geld jij op dit moment aan het verdienen bent. Treatment failed. Oké. Nee. Kijk, maar we krijgen wel gekke doekoe. Ja. Met doekoe zijn jullie aan het vinden. Hop, komt de volgende alweer. Oh, dit, je moet echt een ward erbij bouwen. Heel snel. Nu maar kijk, ze kleden zich om. Waarom gaat ze nou weg? Ze pauze. Oké. Maar wat wij wel even moeten doen, is gewoon voor de deur nog even, net zoals hier. Ja. Ook hier doen we weer zo'n leuk strookje met wat... Deze man is niet genezen en loopt nu gewoon treurig op zijn rode sneakers. Nee, ik zou het omdraaien. Dit vind ik heel kut. Ja, juist hem. Ja, wel gewoon basic. Zo doe je dat. Zo, en doen we er een plant tussen? Ja. We een plantje tussen. Oh. De blaadjes. Je kan trouwens mooiere banken kopen tegenwoordig. Zie je het? Ja, nee, kan nog niet. Oh. Helaas. De ward is wel echt in no time weer helemaal leeg. Maar dat maakt niet uit. Fotootje aan de muur. Ook altijd leuk. Maar ik zit nog steeds te wachten in die operatiekamer. A patient has given up waiting for a deluxe clinic and is storming out. This will be bad for our rep. Ja, je moet een nieuwe ward bouwen. Kut. Ah. Nu komt die deluxe clinic. 3x3.
Nou, die kan dan mooi hierachter natuurlijk. Ja. Oh, hij is nu 4. Het wordt een beetje een dun gangetje dan, op een gegeven moment. Dat maakt niet uit. Maar ik denk, misschien kunnen we hier nog wel een wc'tje kwijt. Ik denk dat dat wel goed is. dit wordt een succes. Ja. Ik weet het zeker. Dat ding, yo, zo. Tjus. Dat is interessant. Holy moly. Oh kijk, deze kunnen we ook schuin zetten, wat zie ik. Dat doen we dan sowieso eventjes. Ja, ook hier weer. Een plant. Can't live without a plant. Als dat mag, echt, überhaupt. Geen raam, geen licht. Dat is binnen no time dood. Nee, oké. Okay. We gaan geen plant in deze neerzetten. We gaan wel 2 ramen. Het moet wel enigszins zichtbaar zijn allemaal. Hier is zelfs een raam. Ja, nee, dat is het dan voor deze kamer. Maar dan moet ook iemand natuurlijk werken. Ja. Wie, wat is dit dan? Er is iemand met een... is dit een bug of... Nou, die gaan daar zitten. Ja, het begint nu wel echt lekker druk te worden, hoor. Deze heeft dat ook? Ja. Een lampjeshoofd. Een lampjeshoofd. Oh, dat is natuurlijk lightheadedness. Ja. Hey. Jezus. Ik snap het. Wat een scheidlolligheid in deze game. Oh, deze man die... Kijk, hij kan ook, zie je, Milo Phoenix kan ook, heeft ook ward skills. Ja. Misschien moet ik gewoon een extra nurse aannemen die dan... Some of your patients are really bored. Consider providing them with some entertainment. Heb je een clinic clown? Hey, hello. Oké, kijk. We gaan gewoon 1 gekke motherfucker aannemen. Milo Phoenix wordt even vervangen door deze topdame die echt gewoon... Kijk. Zij loopt ook snel. Maar kijk, dat is het gewoon. Ja. Huh, maar wacht. Is wel duurder, hè? Oké. Okay. Dat is het ding. Ze wisselen elkaar gewoon af. Ja, dat snap ik. Maar nog niemand zit in jouw clinic. Oeh, profit. 6000 profits alsnog. Ja, maar je bent wel aan het inlopen. Ja, oké. Okay, komt nu wel. Je stond op 237. Je bent nu al. Maar ja, je hebt een ward neergezet en een clinic. Oké, ja. Cured. Kijk hem naar buiten lopen. Bam. Hier loopt ook gewoon... Ah, die dokters die lopen ook natuurlijk gewoon hier rond. Want die willen wel constant wat te doen hebben. Ja. Maar hier gaat nog niet... Oh, kijk. Ja. Hier kan je geholpen worden voor lightheadedness. Gaat u maar zitten. Zzt. Hoppakee. Ja hoor. Hoofd eraf. Snacky corner. Hoppa. Cheesy chubbies. Even een snacky corner. Snacky corner. Stocked with cheesy gubbins. Zo. Ja, maar ik vind het fijn. Kijk, nu hebben mensen echt veel ruimte om te lopen hier. Ja, ziekenhuis is hier bijna minder. Vol. Cure 3 patients. Dan is het gewoon wachten tot de volgende hier naar binnen loopt. Maar kijk, die komt nu al aangelopen. Ja. Ja, nou, we zijn nu een half uur bezig, ruim een half uurtje. Dan kan echt nog rustig anderhalf uur doorgaan. Ik zit hier gerust 2,5 uur, kan ik je vertellen. Het is inderdaad een mix van gewoon ouderwets bouwen, micromanagement, zorgen dat je ziekenhuis goed draait en er zit een bepaalde humor in die... jij vindt hem wel grappig. Ja, het is gewoon een lolligheid. Ja. Het is niet echt, een pure vorm van... Van humor of zo, want het is gewoon lolligheid. En dat is leuk, daar niet van. Het is niks voor mij, qua geduld. Maar ik snap wel dat als je dat geduld hebt... en je houdt gewoon van micromanagement, puzzelen, dingetjes draaien net even goed. Als je die skills hebt en dat geduld, dan kan ik me voorstellen... dat je in zo'n game, die niet de wereld kost met 4 tientjes... dat je daar ontzettend lang mee kan spelen. Dat kan ik je wel verzekeren, ja. Ja, dat... Even kijken, hoe gaan we dit nog even gauw last minute... Nog even een app, terwijl Daan er dus nog gewoon even een extra toiletje, een unisex toiletje ingooit voor zijn patiënten. Two Points Hospital Jumbo Edition is dus gewoon verkrijgbaar. Volgens mij is de oude versie ook nog gewoon verkrijgbaar. Die zal dan waarschijnlijk misschien wel iets goedkoper zijn. Ja. Het is een leuke game. Veel mensen bij ons op de redactie vinden het leuk. Dus wat mij betreft werkt het ook
prima met een controller. Ik zeg prima, maar je snapt natuurlijk wel dat als je dit echt op zijn chillste wil spelen, dan speel je het met muis. Is sneller waarschijnlijk. Ja, weet je, dat aanklikken. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld naar links onder naar dat menuutje wil, dan moet ik op vierkantje drukken naar L1, R1, dat soort dingen. Ja. Het is niet dat ik even gauw op dat i'tje kan drukken of op dat dollar teken. Dat werkt met muis en toetsenbord gewoon veel beter. Ja. Dit zijn die games die je eigenlijk niet met de controller wil spelen, maar als je geen PC hebt, werkt het prima met controle in principe. Dus geen klacht van mijn kant in ieder geval. Hij is op alle platformen verkrijgbaar. Two Point Hospital, de Jumbo Edition.